Er is vandaag een persconferentie belegd over de EU-CELAC-meeting die in Suriname gehouden zal worden. Suriname is gevraagd om de 21ste EU-CELAC High Level Meeting en de COPO-LAD-meeting vanaf 17 tot en met 21 juni 2019 te hosten in Paramaribo. Vanuit strategisch oogpunt heeft Suriname wederom het co-chairmanschap op zich genomen en deze keer als hosting country. Vandaar deze meeting vandaag met de pers en andere actoren. We voeren u naar dit moment. Ik ben mevrouw Marie Benoiré van het uitvoerend bureau van de Nationale Antidrugsraad. En de Nationale Antidrugsraad is de organisatie die door de regering het leven is geroepen om het drugsprobleem aan te pakken. De link met de high level meeting. Het is zo dat deze meeting te maken heeft met technuten die samenkomen om te kijken naar zowel de vraag naar drugs, de vorderingen in het land, de ervaringen die men met elkaar gaat delen en ook naar de bestrijding, dat wil zeggen de supply reduction, en hetzelfde zal geschieden. En elk jaar aan het eind daarvan heb je een outcome document. Dank u wel. Meneer Lia Leon. Goedemorgen, ik ben Dwight Lia Leon, beleidsadviseur op het ministerie van Justitie en Politie. Ik sluit aan bij wat mevrouw Benoiré heeft gezegd, omdat het ministerie van Justitie en Politie een deeltaak heeft vanuit het Nationaal Drugsmasterplan 2011-2015 en wel aan de kant van de bestrijding. De rol van het ministerie in deze dan zal zijn om aan de kant van de bestrijding haar ervaringen van het afgelopen jaar te delen met de buitenlandse partners. Maar ik denk dat het ministerie ook het moment zal aangrijpen om te netwerken. Omdat het ministerie ook een buitenlands beleid voert. Zeker als het gaat om het sluiten van verdragen. Ik denk aan uitleveringsverdragen. Want het grensoverschrijdend karakter van die drugscriminaliteit is dat, brengt dat met zich mee. Dat is het dus in grote lijnen wat de rol van het ministerie zal zijn. En het ministerie zal daar kort gezegd op een interactieve wijze deelnemen aan deze high-level meeting. Dank u wel. Dank u wel, meneer Lialio. Mevrouw Beunen. Goedemorgen allemaal, Beunen Joanne. Ik ben de vertegenwoordiger van Suriname in Brussel en bij de Europese Unie. Vanuit Brussel zijn we dus vanaf 2017 de co-voorzitter. Namens de CELAC-regio in samenwerking met Roemenië, die dus nu de chair is van de EU-CERM van de 28 landen. Vanuit de ambassade zijn wij dus eigenlijk meer als een faciliterende rol namens het ministerie van Buitenlandse Zaken met de desbetreffende vakministeries, waaronder Volksgezondheid, Justvol en BNV, the main reason, om dus het drugsbeleid binnen de regio aan te pakken en dus zoveel mogelijk te reduceren. Dat is het van onze zijde uit. Dank u wel. Mevrouw Koolipsi. Morning. Ik ben mevrouw Koolipsi vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft, de hoofdrol van het ministerie is om de biregionale partnerschappen die wij aangaan tussen de CELAC en de EU te overzien en ook daardoor al de technische samenwerkingsgebieden eigenlijk te faciliteren voor de vakministerie, zodat ook zij hun taken kunnen volbrengen. In deze hebben wij dus een coördinerende en faciliterende rol. En gezamenlijk met DNV voornamelijk hebben wij dus de organisatie op ons genomen voor de Koppelat en de HLM-vergadering in Paramaribo.